We maken de balans op politiek commentator Wouter de Winter na de persconferentie die natuurlijk bij veel mensen hard is aangekomen. Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt. En dat is nu. Neem ons eens mee achter de schermen. Hoe is de besluitvorming nu binnen dit kabinet gegaan en waarom zijn ze tot deze toch zeer strenge gedeeltelijke lockdown gekomen? Je merkt dat er tegenwoordig in het kabinet veel meer elkaar de nieren geproefd wordt. Hè? Waar in het begin van de coronacrisis de gezondheid voorop stond. En waarin Hugo de Jonge en Mark Rutte het samen met hun adviseurs uit de medische wereld voor het zeggen hadden. Dat de afgelopen tijd, afgelopen maanden, afgelopen weken en dagen heel nadrukkelijk ook binnen het kabinet de vraag is opgeworpen van hoe zijn we hier nou toch zo terechtgekomen? Hadden we het in de zomer niet anders moeten aanpakken? Toen is er toch een sfeer ontstaan van het virus is voorbij. Mensen gingen zelf ook op vakantie vanuit het kabinet. En de teugels werden wel heel erg losgelaten. En toen zag je het ook gelijk misgaan. Als je nu kijkt naar die grafieken en het aantal besmettingen wat opliep. Dus er is ook in het kabinet nu heel nadrukkelijk de vraag gesteld van hoe zijn we hier gekomen? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat we zo'n herhaling nog een keer krijgen? Dus meer aan de bal blijven. Maar tegelijkertijd ook wel heel erg de vraag stellen. We nemen nu weer ingrijpende beslissingen over het leven van mensen. Welke gevolgen heeft dat? Niet alleen voor het feit dat je binnen moet zitten, maar welke sociaal-psychologische gevolgen heeft dat voor mensen? Wat me heel erg opviel aan het afgelopen weekend is dat Wilders toch een vrij brisante tweet de wereld instuurde, zou je kunnen zeggen. Dat de behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes wordt uitgesteld omdat de IC's bezet worden door Mohammed en Fatima. Die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels. En er ontstond commotie. Lodewijk Asscher onder andere, Rob Jet, het stond een soort fitty zou ik kunnen zeggen op Twitter. Ja. Hoe duid jij dat? Nou, het is verkiezingstijd en dit was ook wel een provocerende tweet waarvan ik me afvraag of hij wel helemaal goed doordacht is. Want het is natuurlijk niet zo dat Mohammed en Fatima, zoals Wilders dat noemt, vooraan staan en hopen dat ze op de IC terecht mogen komen om het coronavirus te vatten. En volgens mij zijn er ook een heleboel Fatima's en Mohammeds die heel belangrijk werk doen in Nederland, bij de politie, in de schoonmaakbranche, maar ook gewoon als advocaat of als ieder ander beroep. Dus onderscheid te gaan maken op de naam of de vermoedelijke afkomst daarvan en hen de schuld te geven dat zij plekken bezet houden, dat is niet fraai om het zacht uit te drukken. Waar Wilders natuurlijk in aan probeert te appelleren is dat als je kijkt naar de besmettingscijfers per stadsdeel van de grote steden, dat je ziet dat in Zuidoost, maar ook in Nieuw-West, waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen, dat ze daar oververtegenwoordigd zijn, de besmettingen. En dat heeft denk ik niet zoveel te maken met hun afkomst, maar meer met de sociale status, dat ze in kleine huizen wonen, dicht op elkaar zijn, andere familierelaties hebben en zich misschien ook wat minder goed aan de regels houden of kunnen houden, omdat sommige mensen, en dat is natuurlijk wel een probleem, ook vaak geen Nederlands spreken of weinig Nederlands spreken en de communicatie en de pogingen vanuit de overheid om ons allen te overtuigen dat we ons aan die regels moeten houden, niet tot zich krijgen. Nee. Dus je ziet wel dat de lokale GGD's ook in andere vreemde talen folders verspreiden en zo, maar het effect van de preventie dringt daar moeilijk door. Dat geldt niet alleen voor corona overigens, maar voor veel andere dingen ook. Lodewijk Asscher die noemde het racistische drek. De handschoenen zijn wel uit. Ja, en dat is misschien ook een voorproefje van wat we de komende weken en maanden gaan zien. Hè. Elkaar hard aanvallen heeft in het verleden gewerkt. De vraag is, werkt het nu? Want het is nu coronatijd. En als je de laatste peilingen ziet, dan zie je Wilders het toch wel redelijk doen, maar de rest blijft behoorlijk achter. En de VVD met 40, 41, 42 zetels, dat zou echt een historische uitslag worden. Die doet niet mee aan dat geschreeuw, maar die scoort wel in de peilingen. Over de VVD gesproken, mocht Rutte nou niet doorgaan, dan was misschien Klaas Dijkhoff een beoogd opvolger. Ja. Maar hij heeft zijn vertrek aangekondigd. Ja. Verrast? Nee. Ik heb er in het voorjaar wel eens ook, en misschien daarvoor ook wel eens met Dijkhoff een klein comité over gepraat. Toen werd mij wel een beetje duidelijk dat een nieuwe termijn als fractieleider hij niet zag zitten. Wat ik wel een beetje vreemd vind, is dat we wel het afgelopen jaar van hem hoorden een soort visie over hoe de VVD eruit moet zien. En wat de nieuwe liberale principes moeten worden. En eigenlijk een soort vooruitblik op wat gaat er gebeuren nadat Rutte wellicht het stokje overdraagt. Of met welk verkiezingsprogramma en ideeën Rutte, als hij weer lijsttrekker zou worden, aan de slag zou moeten.
En nu weten we dus dat hij voor zichzelf 2 jaar daarvoor al had uitgemaakt dat hij ermee zou stoppen. Wat wel een beetje een indruk geeft van ja, waar hebben we dan precies naar zitten kijken? En wat is zo'n document nog waard? Ja, ja, precies. Maar hoe nu verder bij de VVD? Want wie is dan de nieuwe kroonprins of kroonprinses? Ja, dat is nog best een opgave. Want ik hoorde ongeveer in dezelfde tijd dat ik meende dat Dijkhoff het wel voor gezien hield als fractieleider. Ben ik natuurlijk wel eens gaan rondvragen van ja, aan wie moeten we dan denken die het gaat doen? Nou, Sander Dekker was een naam die toen nog voor mogelijk werd gehouden. Maar ja, Sander Dekker, bedankt ook voor de eer. Ja. Nou, wie heb je dan nog meer? Mark Harbers natuurlijk, een ervaren Kamerlid. Bente Becker is aanstormend talent, hoewel intern ook wel wordt gezegd, ze is nog wel wat jong. Een andere mogelijkheid zou bijvoorbeeld een terugkeer van Edith Schippers zijn. Ik weet niet of die haar baan bij DSM opgeeft en of de termijn die ze voor zichzelf had afgesproken, de tijd die ze met haar dochter ook wil doorbrengen na al die jaren minister, of die inmiddels lang genoeg is geweest, want het was echt ook een familiekeuze. Mm-hmm. Iemand die je misschien ook, waar je ook aan misschien aan kan denken, is Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die ook Kamerlid is geweest, ook in het Europarlement heeft gezeten, natuurlijk door Rutte vanuit Brussel weer naar Den Haag is gehaald. Een dame is, wat natuurlijk langzamerhand bij de VVD hoog in de boom ook wel eens mag. Hou ook rekening met Bas van het Woud, de nieuwe staatssecretaris voor Sociale Zaken. En als laatste dark horse gooi ik er ook nog even Janine Hennis in. Want die is natuurlijk iemand die haar tijd hier ook wel behoorlijk heeft gehad in Den Haag. Vervolgens heeft moeten aftreden op een gegeven moment als minister van Defensie. Ja. Nu vlieguren maakt in Irak. En op een gegeven moment daar ook wel weer eens weg wil, denk ik. Ja. Dus wie weet is dat nog een verrassing. Het zegt tot slot ook wel weer veel dat je zoveel namen hebt. Dat kan ook. Dat is altijd het handigste. Dat als we nog een hele tijd hebben voordat het zover is, dat we nog veel kunnen speculeren. Ja. Het zou erg zijn als je de dag voor de bekendmaking met 7 namen komt en dan blijkt je er niet tussen te zitten. Nee, dus nu is het toch veilig. Oké, dank voor nu, Wouter. Ja.